Deze witte vliegen, kleiner dan een rijstkorrel, kunnen bijna alle groenten in een serre doen sterven. Ze drinken het sap van planten zoals komkommer en tomaat, maar ze kunnen ook schadelijke virussen overdragen, met desastreuze verliezen als gevolg. In België kennen telers de katwitte vlieg. En hoewel deze wel wat schade kan geven, ze zijn meestal geen reden om je grote zorgen te baren. Maar zijn tropische tweeling, de beruchte tabakswitte vlieg, is wel een gevaar. Die kan meer dan 300 virussen overdragen. Daarom controleert de douane planten die van buiten Europa worden geïmporteerd. Vinden ze niet-Europese witte vliegen, dan komen deze planten ons land niet in. Dus, alles oké? Toch niet, want de tabakswitte vlieg zit al in onze serres. Enkel een getraind oog kan de twee vliegsoorten uit elkaar houden. Hierdoor weten we helaas niet hoe groot het probleem is. Daarom willen we de verspreiding van de tabakswitte vlieg eerst en vooral in kaart brengen. Hoe? Door naar telers te gaan die melden witte vliegen in hun kast te hebben. Om de vliegjes te verzamelen gebruiken we een soort stofzuiger of gele vangplaten. Daarnaast krijgen we ook de niet-Europese vliegen die worden onderschept bij import. Die onderzoeken we dan in ons labo. Met een microscoop kunnen we zien om welke van de twee vliegsoorten het gaat. Maar om echt zeker te zijn, analyseren we hun DNA. En als we zeker weten dat het om de tabakswitte vlieg gaat, zetten we hun vindplaats op kaart. Pas dan gaan we met toestemming van de teler de potentiële aanwezigheid van virussen analyseren. Op dit moment hebben we in onze serres al enkele populaties gevonden. Gelukkig hadden deze geen schadelijke virussen voor onze gewassen. Maar enkele niet-Europese witte vliegen die de douane onderschepte, waren wel drager van schadelijke virussen. Dan hopen we er snel bij te kunnen zijn, om de telers te adviseren hoe ze de vlieg en hun virussen moeten bestrijden. Zo kunnen we verdere verspreiding tegengaan, zodat iedereen van onze lekkere groenten kan blijven genieten.